Hey Ernie, hoe is het nou met jou? Ja, we zijn natuurlijk ook benieuwd wat dat oplevert. Wat we jullie kunnen bieden is 1000 per persoon voor deze periode. Waar kan ik tekenen? Hij zegt waar kan ik tekenen, maar hij heeft al getekend. Welkom bij de Prankshow mensen, mijn naam is Calvijn en in deze serie neem ik bekende mensen in de maling door middel van een verschrikkelijke prank. En in deze aflevering is mijn slachtoffer... Een koppeltje, Shanna en Quinten. Deze twee tortelduifjes kun je kennen van reality shows zoals Ex on the Beach of Temptation Island. Ik word zelf ook wel echt snel verliefd. Ook delen ze bijna alles op social media. Ik en Shen hebben weer ruzie. Ruzies, break-ups en zelfs de geboorte van hun dochter. Ik heb haar! Holy shit! Wait, yo, heavy. Oh ja, en ik heb Shanna en Quinten nog nooit ontmoet. Ik ken deze mensen helemaal niet. Dus ik hoop maar dat ze er achteraf een beetje om kunnen lachen. spannend. Shanna en Quinten, bekend van onder andere Ex on the Beach, gaan naar dit gebouw omdat ze een rol krijgen in de nieuwe Sesamstraat. Super weird dat ze daar überhaupt op voor komen, maar ze komen deze kant op. Gaan allemaal rare dingen gebeuren. Ze mogen namelijk Bert en Ernie spelen. Dat is natuurlijk al absurd. Maar het belangrijkste is, aan het eind van de dag hebben ze een contract ondertekend waarop staat dat ze alles gaan doen een jaar lang voor 0 euro. Shanna en Quinten, die komen gezellig hier en dan staan jullie hier. Deze dame die komt haar opvangen en deze jongens. Want jullie zijn fan, hè, van Shanna en Quinten. Ja, wij willen handtekening. Inderdaad, dus dat gaan ze doen. Kijk hier. Zetten ze zo'n handtekeningetje op dit onschuldige witte papiertje. Er is helemaal niks vreemds aan. Maar wat ze niet weten, is dat het eigenlijk een contract is. Dat contract komt later in de prank nog weer terug, dus onthoud hem even goed. Maar jij neemt ze mee. Ja, boven. Inderdaad. Hey. Jullie zijn er. Ja, we zien dat we zo laat zijn. Deze jongens staan al heel lang op jullie te wachten. Ze willen heel graag een handtekening. Oh, echt? Hey. Gastje, dit is een handtekening. Nee. Ze moesten eigenlijk al naar school. Mag ik, kan jij hem hier willen schrijven? Ja. Dankjewel. Yo, gaat het? Ja. Doei. Hoi, sorry dat we zo laat zijn. Welkom. Quinten en Shanna komen binnen in deze hotelkamer. Daar neem jij ze mee naartoe. Hier gaat het allemaal gebeuren. Hier gaan ze praten, gaan ze de auditie doen. Jullie gaan hier een paar vragen aan ze stellen. Namelijk, ja, hè, hebben ze iets met Sesamstraat? Of weten ze bijvoorbeeld wie Bert en Ernie zijn? Nou, dat wordt prachtig. Ga zitten. Kan ik iets drinken voor jullie even regelen? Een watertje. Ik zal even beginnen met mezelf. Ik ben Kim en ik werk voor BNN Vara. En dit is Mark. Mark, mijn regisseur bij BNN Vara. Oh, nice. Ja, zeker nice. Je hoort mij niet klagen. Nou, we zijn bezig dus met een nieuw format. We zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe jonge gezichten. Mensen die aanspreken voor de doelgroep. En zo zijn we ook bezig om Sesamstraat 2.0 te maken eigenlijk. Leuk. Zeker. Het is goed voor jullie om te weten. Ik ken deze mensen helemaal niet. Ik heb ze nog nooit gezien. Ik heb ze nog nooit gesproken. Ik weet ook niet of ze mij kennen. Kijk, jullie vroeger wel... Ja, natuurlijk, ja. Ja, wie is je favoriet? Pino? Ja, Pino natuurlijk, ja. En ik vind ook wel, hoe heet dat muisje ook weer? Inimini. Inimini, die vond ik altijd zo leuk. Met die oortjes, ja. Moet eerst eventjes gewoon lekker. Small talk. Ja, wat doen jullie? We zijn mee bezig, zodat ze op hun gemak komen. Dat zijn ze nu aan het doen. Ja, net als de jongetjes net, we hebben ook voor de deur dat de straten vol staan met handtekeningen, foto's en boodschappen doen. Jongetjes net? Oh, er stonden twee jongetjes, die stonden al de hele tijd beneden en die wilden ze heel graag een handtekening. Serieus? Ja, 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 dat is echt wel een beetje... Dat maak je vaker mee? Ja, ja. Ja. Hebben jullie ook acteerervaring of helemaal niks of wel eens iets mee gedaan? Ja, ik heb wel eens een keer in de Zwarte Top. Oh ja! Ken je dat? Ja, zat je erin, ja? Nou, ik zat niet erin, maar ik had een rol. Ja, dat is wel een beetje spannend. Maar ambieer je om dat nog vaak te doen? Nou ja, als de rol me past, dan vind ik dat wel leuk. Ja. 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 Ja, de vibe is wel echt al nu al awkward. Ze hebben eigenlijk allemaal zoiets van... Waarom zitten we hier eigenlijk? Het idee is, eigenlijk, zijn niet jullie favorieten helaas. Nee, je had het net waar, over Pino en over Inimini, maar eigenlijk gaat het over de rollen van Bert en Ernie. Ook nee. Echt? Ja. Zie je jezelf eerder als een Bert of als een Ernie? Ik ben denk ik wel... Ik ben Bert denk ik. Ja, ik ben denk ik Ernie. Ernie, ja. Ja. Oh, dat valt gewoon natuurlijk. Ja, we zijn natuurlijk ook benieuwd wat dat oplevert, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus,
Waarom zouden deze mensen in godsnaam meedoen aan een Sesamstraat? Nou ja, daar is één hele duidelijke reden voor, namelijk het schuift best aardig. Zeker, €289.000 per persoon. Inderdaad, nou ja, dat doet natuurlijk iedereen, dus op die manier gaan we ze erin willen. Heb je een idee wat zoiets zo... Ik heb echt geen idee en ik weet natuurlijk ook niet voor hoe lang het is. Het is in ieder geval voor 2022. Wat we jullie kunnen bieden is 289.000 per persoon voor deze periode. 289.000? Ja. Ja. Waar kan ik tekenen? Hij zegt waar kan ik tekenen, maar hij heeft al getekend. Jeetje. Laat de arts beginnen. Ja. Ja, nu helemaal. Misschien is het goed om alvast eentje met werk beginnen. Bij een auditie moet je natuurlijk ook even laten zien wat je kan. Dus we gaan ze opsplitsen. Eén persoon gaat naar de fysiotherapeut, die wordt daar opgemaakt. En de ander moet er even laten zien hoe goed hij is of zij als Bert of Ernie. Stemmetjes doen, recht in de camera. We kunnen ze gewoon alles laten doen wat we willen. Misschien kunnen we nu wel vast. Welkom bij Sesamstraat. Wee! Ja. Op zijn Ernie's even in de camera. Ja, dat vind ik wel altijd leuk om te hebben. Inderdaad. Ja. Ja. Welkom bij Sesamstraat. Wee! Probeer maar eens. Welkom bij Sesamstraat. Wee! Jij zit erin hoor. Nou ja, kijk lekker op en dan mag je zo bij me komen zitten. Okay. Een stem, een kleine... zeg maar, opzetten. Of niet je eigen stem, maar een stemmetje. Dat is natuurlijk... Ja. Dat is mooi. Een ander zinnetje dan... Ja. Hey Bert, hoe is het? Je klet gewoon. Ja. Hey Bert, zullen we lekker gaan spelen vandaag? Zo Bert, gaan we eens eventjes lekker knutselen? Dat is gezellig. Top. Nou, mooi, dit hoge toontje is ook zo lekker. Ga je kijken hoe ver Bert is? Nou, leuk dat jullie zo enthousiast zijn, joh. Ja, ik vind het zo leuk. En we zagen ook Sesamstraat. Toen zei ik, is deze mail wel voor ons? Wauw. Wow. Looking good. Ja. Een beetje een mede Ernie. Ja. Nou, kijk eens. Zo. Ja. Fantastisch. Top toch? Dit is toch even wat anders dan... dit is echt geen bedoel. Ja. Ga je mee? Ja. Ja, doei. Superleuk. Heb je er zin in? Ja, super veel zin. Shanna heeft net al even Ernie gedaan, geprobeerd. Ja. Ging hartstikke goed. Zou je ze willen proberen voor de camera? Om gewoon van... Hey, welkom bij Sesamstraat, ik ben Bert of zoiets. Welkom bij Sesamstraat, ik ben Bert. Welkom bij Sesamstraat, ik ben Bert. Ja, daar komt-ie. Welkom bij Sesamstraat, ik ben Bert. Ja, dat is een beetje dat hezen. Ja, dat is toch? Alsof je een klein gesprekje hebt met Ernie is het natuurlijk nog niet, maar... Hey Ernie, hoe is het? Alles goed? Zoiets? Hey Ernie, hoe is het? Alles goed? Zit je er nou weer zo bij vandaag? Nou, je ziet er goed uit hoor. Ja, goed bezig. Super leuk. Ja. Ernie, doe eens normaal. Ja, je bent heel de dag bezig, gezellig en gezagreinig. Wat wil je nou joh? Gaan we normaal doen. Hij gaat er helemaal in op. Hij denkt ook echt dat hij het goed doet. Fantastisch. Kan je een beetje van die geluidjes maken die als je verbaasd bent of weet je dat idee? Boos. Ja. Ja, oké. Ik snap dat het heel onwennig is. Je doet het echt super. Het is echt perfect, man. Even kijken hoe ver ze zijn. Yes. Kijk eens aan. Wauw. Ja. Zijn we eens uit je hoofd? Ja. Out of the blue. Ja. Gewoon. Nou, Ernie, gaan we het net opmaken? Kom je even helpen? Ernie, je gaat helemaal fout. Nog even een andere scène. Mark weet er vanaf dat ze in bed liggen. Wat wil je doen? Wil je deze nog een keer? Wil je liever een andere scène even doen? Ja, laten we dat doen. Ik heb hier even een voorbeeldje voor de volgende. Ja, het is goed. Ga nu maar slapen. Oké. Laten we gewoon even hetzelfde proberen na te doen. Ernie. Bert, ja? Zit je nou weer koekjes in bed te eten? Bert, lekker. Zij doet het serieus goed. Ernie. Ja, maar Bert. Wat zeg ik nou? Niet eten in bed. Dankjewel, Bert. Dat je dat tegen mij hebt gezegd. Ja, heel goed van jou, Ernie. Ik ga lekker mijn koekjes in jouw bed opeten.
Het is ook niet te geloven met jou, hè? Ja, super! Ja, 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 ja. Tijd voor de maskers. Ja, dat is een van de opties die we hebben liggen. Ja, daar, dus ik denk toch dat we dat daar even... Ja. Ja, we willen het nu toch ook één keer even proberen met maskers. We hebben ze hier al liggen. Gewoon kijken hoe dat werkt. Ze worden ook allemaal nog mooier en betere. Niet wat het gaat worden, nee. Maar... De maskers zijn zo fucking lelijk. Kan je even hier naast elkaar even zo even staan en zeggen, hey Bert, hoe is het met jou? Even gewoon, gewoon even een klein kort zinnetje naar elkaar. Dat we even een beeld van hebben van hoe jullie helemaal totaal staan. Tijd voor actie. Hey Ernie, hoe is het nou met jou? Hey Bert, nou wat gezellig dat jij hier ook bent. Ernie, ja, dat is hartstikke gezellig, hè? Ja, wat gaan we doen vandaag? Nou, gaan we eindelijk beginnen aan de Sesamstraat Show. Aan de Sesamstraat Show? Daar heb ik nou zo'n zin in. Oh, Bert. Ja, lekker, het werkt goed. Ja, blijf maar doorpraten. Dit is ongelooflijk. We hoeven straks helemaal geen script te schrijven. Nee, inderdaad, het gaat gewoon vanzelf. Oké, dit is natuurlijk echt te bizar voor woorden. Ze denken dat ze 300.000 euro per jaar verdienen. Maar je ziet niet eens wie ze zijn. Zullen we deze zender even dezelfde? Even zetten we gewoon de audio aan, dus jullie hoeven niet te praten. Yes? Top. Dat Piet. Nee. Wat ben je op doen, Piet? Ben nog maken. Ze zeggen helemaal niks. Piet, het is klein. Geweldig, Piet. Het is een prachtig Piet. Ja. Geweldig. Gebruik maar even het woord grandioos. Yes! Heel grandioos, goed. Echt fantastisch dit. Mijn compliment. Super. Dat is zo raar, hè? Ja, doe maar af. Ik doe maar lekker. Lekker warm. Zo. Zo, ja, jongens. Nou, jongens, ga even lekker zitten. Ja. Drink even lekker wat. Zullen wij even... Ja, kunnen wij even samen... Even... Ja, heel goed. Heel goed. Ja? Ja. Oké, nou, we zijn zo bij jullie terug. Oké. Okay. Ja? Oké, dit zijn de contracten. Deze versie voor hun. Denk je dat dit gewoon een grap is? Dat het gewoon een prank is, dat we in de maling worden genomen. Want waarom zou je, zeg maar... Nou, ja, ik weet het niet. Jullie doen het fantastisch. Het is echt heel grappig. Ze denken nu wel, ze zijn nu wel aan het denken dat het misschien een grap is. Ja, precies. Ja. Bert en Ernie is wel dus echt zo'n koppeltje zo... Wat nog het zou echt wijden. Ja, klopt. Hey, Ernie. Dit is echt lachen. Nee, ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. Zo, weet je bij je komen? Ja. Deze twee mensen zijn net terug van hun overlegje op de gang en jullie zijn er wel uit, hè? Ach, we zijn zo enthousiast ook. Fantastisch. Ja. Allerbeste ooit. Dus sterker nog, ze hebben de contracten al binnen. En jullie zijn heel blij, want die hebben ze ook al ondertekend. En dat weten ze natuurlijk niet. Daar gaan ze nu achter komen. En waar ze ook achter gaan komen, is dat ze voor de hele draaiperiode van een jaar lang Sesamstraat 0 euro krijgen. Ik ben benieuwd hoe ze reageren. Nou, we zijn echt super enthousiast. We hebben al een contractje, dus geef je hun even yes. Een variant. Ja, alsjeblieft. We willen het even samen doornemen. Natuurlijk, het meest belangrijke is even aan de eerste pagina, zeg maar, de financiële kant. Ja. Wil jij die even doorpakken? Ja, ja. Nou, er staat dus dat jullie meewerken, dat jullie voor jullie rol tot aan het einde van het jaar 2022, inclusief de 12 opnamedagen. Nou ja. Dat zijn 12 opnames. Ja, ja. En jullie hebben beide ondertekend, dus geen recht op enkele vergoeding. Jullie krijgen dus 0 euro. Dat is helemaal goed dan, hè? Want jullie hadden al getekend. Je hebt dat lijf. Wat? Ik zei het ook. Ja. Jullie hebben getekend al, hè? Ja. Ja, net bij de jongetjes. Ja, bij de jongetjes, ja. We hebben ingelijst. Ja. Ja, we moeten gaan. Ja, ze hebben het door. Ze hebben het door. Dus we hebben getekend nu. Gaat de Sesamstraat. Ja, wel Sesamstraat. Dan kunnen we misschien ook deze week de eerste opnames voor naar gaan inplannen. Ja, competities, ja. Ja, of jullie nog steeds enthousiast zijn. Ja, dat vind ik nog steeds hartstikke leuk. Nou, super. Ja. Nou, dan zeg ik, daar gaan we dan van. Ja, dat is helemaal blij. Hallo! Gefeliciteerd met jullie rol. Dankjewel. Ja, jullie zijn fantastisch. Wat dachten jullie? Jij zei het al, hè?
Ja, ik dacht tijdens dit allemaal dat ik van, volgens mij is het een prank, want iedereen is te enthousiast. Ja, als het echt is, dan... Ja, dat kan ik maar al meedoen. Een jaar 60, nou, ja. Wat een slechte grap. Nou ja, applausje wel voor jullie. De prankshow gaat door. Wie moet ik volgende week pranken? Laat het hieronder weten in de reacties. Tot volgende week.